Oké, het is net niet voor 12, maar het is 11:55, dus het valt nog mee. Oh, kijk nou. Het is donderdagochtend en deze dames gaan naar school en ik ga niet mee. Dus ik ga jullie een knuffel geven. Veel plezier. En papa gaat jou brengen. Ja. Kus. Kus. Veel plezier. Ik ben gisteren zoveel tijd verloren, dus ik ga me gewoon even nuttig maken thuis. En Marco brengt ze naar school. Nee, Sarah, dat is niet erg handig. En je hebt ook al je Pokémon kaarten. En je Lippie. En je Lippie, die je van Sinterklaas hebt gekregen. En natuurlijk heb ik ook gehad. En ik heb handcreme gekregen. En handcreme, vergeet je niet je rugzak? Nou, de meiden zijn onderweg naar school. Ik zet eerst even de waterkoker aan en dan ga ik echt mega goed stofzuigen. Opa komt vanmiddag, dus dan... dan probeer ik altijd heel goed te stofzuigen. Want opa is heel erg allergisch voor katten. En we hebben natuurlijk Mimmo lopen. En als je, hoe vroeger je stofzuigt, dan haal je alles weg. Maar je hebt altijd dat dingetjes door de lucht gaan dartelen. En dat is zoveel mogelijk ingedaald. Dus dat wordt echt mijn start vandaag. Het huis weer redelijk aan kant gekregen. Ik stop dus soms zo, het is echt erg. Dus nu even snel brood eruit halen voor Sarah voor zo. En dan mag ik eruit school gaan halen. Oh, moet die staan? Ja. Oh, en het regent. En het regende vannacht al. Het regende gisteren toen ik naar bed ging. En dat was voor 12. Ja, de honden zijn weer nog niet uit. Drie nachten op een rij ben ik voor 12 naar boven gegaan. Toen regende het al. Het is vannacht niet meer gestopt, want vannacht was ik ook twee keer wakker. Toen regende het ook heel de tijd. En het regent nu nog steeds de hele tijd. Dus het is al meer dan 12 uur non-stop aan het regenen. En lekker scherp weer. Ik ben maar gaan lopen, want dat vind ik echt 10 keer beter in de regen. En hij wil niet scherp stellen. Nou, jammer dan. En ik heb lekker mijn allerwarmste jas aangetrokken. Dat scheelt ook echt wel. En Sarah gaat het echt niet leuk vinden dat ik ben gaan lopen. Want we moeten ook lopen. En Sarah zit liever lui achter op de fiets. Maar goed, zover is het niet. Dus komt wel weer goed. Zie je, het is echt koud. Nou, dan zie je. Samen door de regen. Waar ben je dan? Kijk, hoe waar is je gezicht? Jas is. Waar is je gezicht? Ja, die heel je jas verkleurt. Op sommige stukjes, op de achterkant zie je het nog, hoe donker die wordt ervan. Maar waar is jouw gezichtje dan? Kijk, zie je? Hier zie je. Kijk. Hela. Ja. Witte stukken. Nou, beige, maar we snappen het idee. Ik kan niet springen. Dan moet ik even nadenken. Een varken. Welk dier komt je tegen bij dressuur? Dressuur? Ja, je hebt het goed gelezen. Een paard. Hoeveel stippen staan er op een dobbelsteen? Hoeveel stippen staan er op een dobbelsteen? Die is niet moeilijk. 1, 3, 6, 10, 5, 21. Nou, we kijken of opa het goed heeft. Spaghetti. Een olifant. Oh, ik zei een varken. Ja, ik weet niet of een varken kan springen eigenlijk. Nee. Paarden, 21 stippen. 21. Zijn je 21? Ik heb 21 gezegd. Dit is wat Mumiel doet als mama kip aan het snijden is. Dat speelt heel graag. Wordt helemaal gek dan, hè? Die ja. Oeh, dat is lekker. Je bent een gekke poes, weet je dat? Lekker, hè? Ja. Ja. Wat denken jullie dat we gaan eten? Dat vertellen we dadelijk.
vind ik yummy. Je hebt wel door dat dat dadelijk voor de vlog gelijk is, hè? Dit zijn echt de leukste momentjes als we samen gezellig aan het koken zijn. En ik wil echt niet roeren, want... Zij krijgt een lamme arm. Er is echt een plekje waar het zo heet is dat ik echt niet veel waar wil komen. Je voelt die hitte, hè, van de pan. Ja, nee. Maar mama houdt je goed in de gaten, hoor. Je hebt hem op de goede manier weet dat je niet in de buurt van de pan bent. En zo kan je het leren, hoe je het moet doen. En dan kan je later heel goed koken. Jong geleerd. Dan word ik vast een kok. Een mevrouwenkok. Dat is ook gewoon een kok, een mevrouwenkok. Een chef dan. Een chefkok. Ja, chef. Nou, dan kom ik elke avond bij jou eten. Waarom? Ja, als jij chefkok bent, dan kan je zo goed koken. Maar je krijgt de druk. Jij wil dokter worden. Stewardess worden. Je wil bij de Jumbo werken. En dan wil je ook nog chefkok, zangeres worden en moeder. Nou. Ook nog juf. Oh ja, juf. Want er komen... Want dan heb ik kinderen. En ik kan oma en zo. Ja. Kijk uit dat je niet van de stoel spreekt. Mama is weg. Ik ben dus heel de kamer aan het opruimen en echt alles opgeruimd en deze is leeg. Ik kan niet vinden waar die is. Volgens mij overal gezocht, ik kan het gewoon niet vinden. En dat irriteert me nogal. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet zoeken. Jee, ik hoor net dat we morgen onze auto kunnen ophalen, dus ik ben heel blij. En ik was al alles aan het klaarleggen nu, want morgen naar school hebben we een kinderfeestje. Maar omdat we die auto ook tussendoor moeten ophalen en na school gelijk kinderfeestje en druk. Ik heb het cadeau dat hebben we gezamenlijk zeg maar met de kindjes van de mama's gedaan. Dat voor Noah vanmorgen klaargelegd. Beker en bakje zou Marco morgenochtend doen. Autozitjes krijg ik. Volgens mij hoef ik dan alleen het cadeau. En ik denk dan leg ik het in de auto vast. Maar aan de andere kant is het niet handig als ik de auto ga switchen. Die ene moet echt... In plaats dat ze nou hier een punt hebben om terug te brengen, moeten ze helemaal naar waar ik stond terug. Dus dat is gewoon echt weer 20 minuten rijden heen en weer. Maar ja, dat kan ik ook niet in mijn eentje doen natuurlijk. Dus dat is echt weer top. Ik zou willen dat dat gewoon hier was. Maar we moeten dus even kijken hoe we dat morgen gaan doen. Oké, het is net niet voor 12, maar het is 11:55. Dus het valt nog mee. Oh, kijk nou. Echt opeens zie ik gewoon hier, bovenop de kast... Dat ding staan. Daar heb ik echt zo lang naar gezocht. En oh, hier is die doos. Echt, nou, dat moet Marco hebben gehaald. Zeg, ik kan daar niet bij. Vandaar dus dat ik hem niet kon vinden. Want ik was aan het zoeken waar zij hem gezet kon hebben. En ik had dus niet op de kasten gekeken. Maar goed, wat was ik aan het zeggen? Oh ja, 11:55. Het valt nog mee. Voor mijn doen is het vroeg. Dus ik vind dat ik alsnog wel een beetje geslaagd ben. En ik krijg hem nu niet met één hand. Maar het lukt me toch wel. Ik heb de kamer verder al opgeruimd. Dus ik ga lekker... Oh, fijn. Ze heeft allemaal spelletjes zitten spelen met opa. Maar die heeft alles gewoon lukraak in de kast gezet. Hoe ga ik dit nu inkrijgen? Fijn. Ik wil gewoon op tijd naar bed gaan. Ik was zo trots van mezelf. Nou, zo dan maar. Dat ik blij word als ik de kast volgende keer opentrek. Maar zo be het. Ik ga lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren en natuurlijk een duimpje achter te laten. En dan zie ik je morgen. Doei doei.